Jullie zijn vandaag met de Sint Barbara College hier in de Sint Baafs Abdij. Ja, we hebben de uh, ja, gewoonte zeg maar, om om de zoveel jaar op school een tableau vivant te maken. Uh, waarbij we een schilderij tot leven brengen uit de oudheid, of een tafereel over de oudheid meestal. En uh, dit jaar hebben we gekozen voor de dood van Socrates. En als locatie kozen we de Sint Baafs Abdij, omdat de kerkerachtige sfeer daar toch een beetje toe bij zou kunnen dragen. Waarom dat thema, Socrates? Uh, wij doen het project met de uh, Grieken, dus de leerlingen die Grieks studeren in het vijfde en zesde jaar. Uh, en voor hen is dat natuurlijk wel een thema dat hen nauw aan het hart uh, ligt en dat ze vermoedelijk graag tot leven zullen brengen. De kledij: het is echt wel een beetje vanuit die tijd zoveel mogelijk nagedaan. Ja, we proberen de gelijkenis met de oorspronkelijk schilderij van uh, David uh, zo goed mogelijk te evenaren, natuurlijk. Uh, de herkomst van de kledij is gewoon de kledij die iedereen bijeen heeft gescharreld, uit uh, ja, van lakens tot gordijnen, tot ook hier en daar een patersgewaad uit de oude sacristie van het college. En we hopen dat dat dan een resultaat oplevert dat er een beetje op gelijkt. Ja. Hoe zit het, het scenario in elkaar hier? Uh, we zijn hier rond drie uur toegekomen om uh, alle decors een beetje klaar te zetten en om de... ...posities in te nemen als kladversie zeg maar, dus zonder de verkleedkleren. En nu zijn de leerlingen zich aan het omkleden uh, om dan zo meteen de echte foto te nemen. Blijft het een foto? Wat gaan jullie daarmee doen? We gaan de foto uh, in het groot laten ophangen in de gangen van de school... ...naast een exemplaar van het oorspronkelijke schilderij dat we ook groot zullen laten afdrukken. Gaan jullie ook gebruik maken van jullie heel mooie kerk om daar dan dat ook op te hangen? In een vorige gelegenheid hebben we een tableau vivant al in de kerk gemaakt. Uh, en het was een, uh, het tableau van uh, de school van Athene, van uh, Raphaël. Uh, dus daar was toen de locatie uh, de kerk om het op te nemen. Maar het zal niet opgehangen worden in de kerk. Voorlopig wordt de kerk te weinig gebruikt om zo'n leuke tableaus dan uh, maar zo weinig te laten zien. Zeg maar. Dus daar hangen ze niet op. Wat de leerlingen die nu allemaal meedoen, wat hangt eraan voor hen? Eeuwige roem.